De volgende spreker of spreekster, Karin van Dreven, met welk product zou ik die vergelijken? Ze is van Haag wonen en elke dag probeert ze om bij de wijkinitiatieven daar binding mee te zoeken. En wat is dat dan? Als je dat wil doen, heb je maar één ding nodig en dat is binding. Mag ik een waanzinnig applaus voor Karin van Dreven. Stad in stijging. Heel kort, want velen van u heeft er misschien van gehoord. 2006 uitgekomen. Vertrekpunt is, heel eenvoudig, dat de mens vooruit wil. In dat advies worden de volgende routes. Ik denk, waarom is dat advies zo goed aangeslagen? Want een kind kan de was doen. Onderwijs, werken, wonen en vrije tijd. Onderwijs, als je op je vierde de taal niet een beetje machtig bent, dan lijk je in dit land toch al behoorlijk de boot te missen. Van onderwijs komt werk en juist de aansluiting tussen onderwijs en werk is ontzettend belangrijk in de steden en in de krachtwijk of de prachtwijk of hoe ze dat ook moeten noemen. Het wonen en dan de vrije tijd en met name ook in die vrije tijd gebeurt natuurlijk heel veel waar we het hier vandaag ook over hebben. En juist in die vrije tijd gebeuren dingen die je moet opsporen om vervolgens je wijk in een soort van flow te krijgen. We zitten hier in Rotterdam, Krooswijk. U kent ongetwijfeld de protesten. Wijken voor de rijken werd dat toen, dat protest. Oftewel, er moesten mensen van buiten komen voor koopkrachtontwikkeling. Terwijl het advies zegt, nee, het mooie is dat mensen gaan dus vooruit, ook in economische zin, en proberen ze te binden. Dus ik ben ongelooflijk blij met inderdaad die binding. Want dat is een veel betere strategie voor de gebiedsontwikkeling, dan denken dat het heel van buiten moet komen. Nee, mensen ontwikkelen zich en probeer ze dan, bijvoorbeeld op het vlak van wonen, met net wat andere woonproducten te binden aan zo'n wijk. Maar het zou ook mooi zijn dat heel van die initiatieven die we dan in het kader van de krachtwijken hebben gedaan, ook duurzaam worden. Dat ze toch zichzelf zouden kunnen bedruipen. Dat vooraf al wel een vertrekpunt is. En dat het niet de projectencarousel wordt, waarbij als de subsidie stopt dat het in één klap is afgelopen. Maar dat het duurzaam is en dat het dus kan voortbestaan. De Vromraad heeft mij geleerd dat als je kijkt naar steden en duurzaamheid, dat duurzame steden gekenmerkt worden door een viertal kenmerken. Een mate van sociale rechtvaardigheid, dat is denk ik ook het streven in het krachtwijkenverhaal. De functiemenging, we hebben natuurlijk het wonen, werken, leren allemaal gescheiden. En de voorraad, de woningen zouden zich meer moeten aanpassen, zodat ook thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. Ik moet wel zeggen, dit zijn unieke ruimtes natuurlijk. Zo zijn er maar heel weinig van in Den Haag. Het is hoog, het is licht, het is ruim. Het is echt gewoon gebouwd om te wonen en te werken. Dus ja, ik ben meer dan tevreden. Ik huur dit van Haag Wonen. En ze willen dolgraag meer van dit soort ruimtes. Maar het loopt vast op allerlei regeltjes. Mijn buurvrouw, die is ook beeldend kunstenares. Ja, als zij hier met een grote klophamer in marmer gaat lopen hakken, kan ik me voorstellen dat dat een argument is om niet thuis te werken. Ja, in hoeverre hou je rekening met het feit dat ook mensen thuis werken? Dat vind ik een moeilijk te beantwoorden vraag. Ja, soms ontwerp je atelierwoningen. Nou, het woord zegt al, het is deels werken en deels wonen. Maar ja, de ervaring leert ook dat vanuit huizen waarvan je denkt van nou, dat is never nooit bedoeld door de architect dat dit zou gebeuren, ook allerlei handel begonnen wordt zelfs winkeltjes of het kan van alles en nog wat zijn. Eén ding is altijd plezierig. Voor wonen, werken, leren, voor alles. Dat is ruimte. Dat je toch mooie plattegronden, goed bruikbare plattegronden maakt. En of dan in die ene kamer geslapen wordt, gewerkt wordt of geleerd wordt. Ja, dat maakt die bewoner wel uit. Ik moest iets zeggen over dat nieuwe werken. En dat nieuwe wonen en het nieuwe leren. En bij de Haagse Hogeschool, ik dacht, ja, het is, nou, dat heb ik al verteld, zo oud als het maar zijn kan. Zo zijn steden ontstaan met die functiemenging. Ik heb een keer een excursie mogen organiseren langs alle sociale initiatieven. En dan liep je langs een sloopnieuwbouwstraatje en zei je, oh ja, by the way, hier wordt ook nog wat nieuw gebouwd. En 60% van de bewoners komt uit de wijk zelf. Achteraf begon ik me pas, toen door Stad in Stijging te realiseren, dat eigenlijk toch wel een heel aardig iets was wat we in die wijk Groenoord hadden bereikt. Je krijgt je organisatie niet vanzelf zo, Hans Becker heeft het ook gezegd, hè? Alleen maar ja zeggen.
We hadden een keer een jaarplan en dat heette Kijk op klant. Nou, geef één voorbeeld van een corporatie die niet in zijn missie heeft staan dat de klant centraal staat. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Denk niet als je een multifunctionele accommodatie uit de grond trekt dat dat de dorpspomp is van de wijk. Beweging in plaats van consumptie, duurzaam in plaats van projectencarousel. Als je dat als waarde meegeeft aan je medewerkers en ze hebben de goede bril op de neus en ze zien die initiatief en ze zien die mensen die wat willen, dan kan je met bijvoorbeeld in geval van de pech tot gelden, dat was ik dacht 10 miljoen voor, nou ja, 20 wijken, zoiets dergelijks, maar kan je natuurlijk gigantisch veel stimuleren en sommige initiatieven komen en andere die gaan en nou, inmiddels zit ik op de fiets bij Haag Wonen en doen we mee voor Tour for Life, hebben de eerste keer meegedaan en we gaan kijken wat dat ook weer voor initiatieven in de organisatie in de wijken tot stand brengt. Ik dank u voor uw aandacht.